Barbara Barend, in ja, de Droomzomer, een heel mooi initiatief wat jullie het afgelopen jaar genomen hebben. Kan je daar kort wat over vertellen? Want ik kwam echt hier in Otterlo aan, op de Droomparken. Ik had dit niet verwacht, maar het is echt een fantastisch concept. Nou, dankjewel. Ontzettend leuk. Ja, dit is eigenlijk vorig jaar in de sportloze zomer heb ik het idee opgedaan dat ik dacht, dit jaar wordt een geweldige sportzomer. En dan zijn we er vast weer aan toe met z'n allen deze sportzomer te beleven. Lekker dat oranje gevoel, dus samen met z'n allen kijken. Eerst het EK, daarna de Tour de France, Olympische Spelen, Formule 1. Maar wat ik zelf ook altijd heel erg lekker vind en waar ik ook vakantie voor vind, is zelf te sporten. Dus ik wilde dat er ook een hele dag sportaanbod was. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Voor de volwassenen, voor de kinderen. Maar ik vind het ook heel fijn om te mediteren en yoga te doen. Om even tot mezelf te komen. Dus dat aanbod wilde ik ook. Nou ja, en ik ben gek op topsporters. En ik vind hun verhalen heel erg inspirerend. Dus wat we hier doen, is samen de sportzomer kijken en beleven. Samen sporten, maar ook geïnspireerd raken door de verhalen van topsporters. En ja, ik vind het de ideale vakantie. Het is een soort festivalgevoel hebben we. En ik hoop van harte dat heel veel andere mensen het ook leuk vinden. Dat iedereen wil komen, jong en oud. Je kan met je vrienden, je kan met je gezin. Je kan ook lekker in je eentje komen, want er is zoveel te doen. Ja, nou is nu natuurlijk het voetbal is bezig. Ja. Je hebt ook gasten die dan hier naartoe komen. Dat wordt ook wel heel goed ontvangen, hè? Ja, we hebben 4 keer per week hebben voor- en nabeschouwingen. Ja, en er komen echt fantastisch leuke gasten op af. We hebben iedere week een nieuwe parkdirecteur. Vorige week zijn we met Erwin Wannemars begonnen. Die was de hele week parkdirecteur. Die geeft dan inspiratiesessies. Die doet de beschouwingen. Foppe de Haan was gast. Roy Makaay was gast. Daphne Koster. Deze week is Ron Vlaar parkdirecteur. Eergisteren was Daphne Koster er. Gisteren ook al Anouk Hoogendijk. Vandaag weer Anouk Hoogendijk. John de Wolf. Jochem Meijer was vandaag ook langs. Lekker spontaan hier een weekendje genieten. Die heeft ook meegedaan met de beschouwingen. Ja, en we krijgen de hele zomer nog hele gave parkdirecteuren. Roy Makaay komt nog langs. Dennis van der Geest komt nog langs. Michael Bogert. Leontien van Moorsel. Maarten van der Weijden. En ja, maandag is Boele Roes bijvoorbeeld de gast. John Heidinga komt de finale met ons kijken. Nou, er komen ontzettend veel oud-topsporters samen met ons deze sportzomer beleven. Voor- en nabeschouwing doen, inspiratiesessies geven, clinics. Hè. Je gaat ook gewoon lekker judoën dan met Dennis van der Geest of wielrennen met Michael Bogert. Dus ja, er is eigenlijk iedere dag wel wat. En ook heel vaak verrassingsgasten en optredens. Danilo Kuiters is al een paar keer langs geweest. En er komen allemaal leuke artiesten komen ook nog langs. Dus het is voor iedereen heel veel plezier. Ja. Dus de plaats waar iedereen nog tot en met eind september terecht kan is... De Droomzomer op Droompark De Zanding in Otterlo. En als je nou wil boeken, ga dan naar de site van TUI. TUI/Droomzomer. En dan kan je kiezen wat je wil. Of je kleine huisje of je grote villa. Voor ieder wat wils. Dankjewel. Heel veel succes nog. Dankjewel. En ik hoop jullie te zien.